te beginnen. Ja. Met drie andere meisjes. Soms was het twee, soms één. Mensen worden verplaatst. En dan kun je één kamer voor een poosje krijgen. Maar meestal wonen vier alleenstaande vrouwen in één caravan. Of vier alleenstaande mannen in één caravan. Nederland is in de ban van Ayaan. Ze bepaalde afgelopen jaren de toon in het islamdebat. Het is mijn recht. Ik wil het toch achterlijk noemen? Haar mening is duidelijk. Ze vindt dat ze recht van spreken heeft, omdat ze zelf weet wat het is. Het Amerikaanse weekblad Time riep Hirsi Ali vorig jaar uit tot een van de 100 meest invloedrijke personen van de wereld. Naast George Bush. Ze wordt zelfs door het prestigieuze Amerikaanse programma 60 Minutes geïnterviewd. 60 Minutes. How do you go from being an asylum seeker to a factory worker to a distinguished member of parliament? The American dream. Maar wat is er waar van haar verleden, van oorlogen, vluchten en uitgehuwelijkd worden? Wij gaan op onderzoek in Nederland, Kenia en Somalië en Canada en spreken voor het eerst met haar broer en familie, mensen die met haar opgroeiden. Nooit eerder zijn deze mensen aan het woord geweest over het leven van Hirsi Ali. We ontdekten tegenstrijdigheden. Ze heet geen Ali, maar Magan met haar achternaam. Ze heeft gelogen om in Nederland asiel te krijgen. Ja, this girl was here. She is. She was in our school. And then she left. Maybe 83. Ayaan zegt dat ze uitgehuwelijkd is en niet aanwezig was op haar eigen huwelijk. Maar haar ex-man, tante en haar broer spreken dat tegen. Was Ayaan daar? Yes. We confronteren Ayaan Hirsi Ali met de feiten. Feiten over haar eigen leven. U heeft gelogen over uw verleden. Ik heb gelogen en ik heb toen in... Maar heeft u dat de VVD verteld toen u bij de VVD kwam? Oh ja. I am here to defend the right to offend. Berlijn, februari 2006. Ayaan Hirsi Ali houdt een persconferentie over de cartoonrellen. Ze is vanuit Den Haag naar Berlijn afgereisd om daar ten overstaan van vele camera's en journalisten het recht op belediging te bepleiten. Shame on those politicians who stated that publishing and republishing the drawings was unnecessary, insensitive, disrespectful and wrong. Dit is Ayaan Hirsi Ali ten voeten uit, provocerend, de vrouw die de wereld wil veroveren. Ayaan Hirsi Ali, ze komt in 1992 naar Nederland, naar eigen zeggen vanuit Somalië. Ze krijgt politiek asiel en wordt in 1997 Nederlands staatsburger. Ze studeert politicologie in Leiden. Bij het programma Rondom 10 noemt ze de islam een achterlijke godsdienst. Omdat het mijn religie is en mijn cultuur is en ik bevind mij in een vrije land met een vrije meningsuiting, vind ik dat ik mijn eigen religie mag bekritiseren. Het is achtergebleven, gemeten aan een aantal criteria. En dat zijn... Ja, dat hebben we gehoord van de radio. Mag ze even... Het is mijn religie. Nog een criteria. Ik mag het toch achterlijk noemen? Haar carrière neemt een vogelvlucht. Ze komt op de verkiezingslijst van de VVD en wordt in 2004 Tweede Kamerlid. Ze krijgt doodsbedreigingen, maar tegelijkertijd ook wereldwijd aandacht. En daarmee een platform voor haar denkbeelden. Weekblad Time nodigt haar uit om naar New York te komen. She made a very brave film last year called Submission. Ayaan Hirsi Ali. This evening, in front of all of you, I would like to toast to Mr. Van Gogh, to liberty. Thank you. Er is veel gepubliceerd over Hirsi Ali en ze heeft ook zelf veel geschreven. Ze baseert haar denkbeelden op haar eigen ervaringen. Maar klopt dat verleden van haar wel? Wat is het asielverhaal van Hirsi Ali zelf? Kwam ze wel als vluchteling uit Somalië? Daarvoor moeten we terug in de tijd. 1992. Hirsi Ali komt aan op Centraal Station Amsterdam. Ik ben in een weekend gebeld door een nicht van mij. En ze zei tegen mij dat een jonge dame die was onderweg vanuit Duitsland met de trein.
En zij zou 's middags in Amsterdam aankomen. Of ik haar kon helpen, want ze kende verder niemand. Nou, en even later werd ik gebeld door Ayaan zelf. En ze zei, ik sta in Amsterdam. Toen vroeg ik, moet ik je komen ophalen? Nee, dat hoeft niet. Ik kom zelf met de bus. Wist u waar ze vandaan kwam? Uit Duitsland met de trein. En daarvoor? Uit Kenia. Dat had ze gezegd, ja. Ik heb haar eigenlijk verder aan met rusten gelaten. Niet met vragen zo van wat doe je hier. Maar ze kwam in mijn ogen over iemand die wist wat ze wou doen. Ze wist al, ze had al een doel in het oog. Jussi Ali krijgt binnen 5 weken politiek asiel in Nederland. Dit zijn beelden uit 1993. De Nederlandse moslimomroep maakt een portret van een asielzoekster. Toevallig was dat Ayaan Jussi Ali. Ze filmen in de woning die haar in Ede wordt toegewezen. Hanni Schoenmaker begeleidde Jussi Ali met haar integratie. Hoe gaan jullie met elkaar om? Als vriendinnen, denk ik. Hè? Gewoon ja. Als vriendinnen, ja. Waren jullie goede vrienden? Ja, ik vind van wel. Ik dacht van wel, want dat heeft zij ook gezegd tegen mij, dat ik goede vriendin was. En ze heeft ook zelfs tegen mij een keer gezegd van nou, je bent net als zus voor mij. Die reist. Hebben jullie met elkaar gesproken over haar asielzoekersverhaal? Nee. Want ze kreeg binnen 5 weken kreeg ze eigenlijk al een status. Ja, om een verblijf. Was dat normaal toen de tijd? Ik heb het nooit gehoord. Ik heb nooit gehoord van iemand die binnen 5 weken een status krijgt. Maar ik wist dat van Ayaan ook niet hoor. Dat hoor ik nu ook, maar dat wist ik niet. Jussi Ali is nooit duidelijk geweest over haar vluchtverhaal. Volgens mevrouw Veerman kwam ze dus uit Kenia. We gaan naar Kenia, op zoek naar het verleden van Ayaan. Geboren in Somalië in een gezin van 5 mensen. Vader, moeder, oudste broer Mahat, Ayaan en zusje Hawea. Maar over Ayaan's asielverhaal lezen we niets. Ladies and gentlemen, we are approaching Jomo Kenyatta International in Nairobi. You are the brother of Ayaan, Yeshi. Yes. I am older than her by 1 year, in fact, the older brother of Ayaan Hirsi was. Mahat Hirsi Madan is de broer van Ayaan Hirsi Ali. In Nairobi neemt hij ons mee naar het huis waar Ayaan en het gezin lange tijd hebben gewoond. Het huis staat in een straat die wordt bewaakt. Het is een luxe wijk. This is the house we lived in. The 3 of us, Ayaan, I, Mahat and Hawea. And in fact, that's the window of the room that Hawea and Ayaan, you know, were staying in. Het is een groot huis, 2 verdiepingen en een achtertuin. Er is stromend water en elektriciteit. De broer verbaast zich erover dat er nu 3 gezinnen wonen in hetzelfde huis waar zij met z'n 5 leefden. Op de oude kamer van Ayaan ontdekt hij zelfs een heel gezin. Hallo. How are you? In Demnal? Alright. We used to stay in this house. Yeah. We used to stay in this house. This was my sister's room. Yeah. Yes. Were you happy here? Very happy here and all that. We were young children and all that in school. Had a playing field right smack in front of our house, which was accessible also. We was very happy. Who paid for this house? I mean, was it your house? Oh, by no means. Our father would be sending money every now and then. And that's how the rent was paid for. It was a rented house. Broer Mahat vertelt dat het gezin in 1976 uit Somalië is vertrokken. Ayaan is dan 7 jaar. My father was imprisoned from 1972 by the Siad Barre regime. 1972 until late October 1975. Once he got out, then he sent for us. Het gezin ontvlucht Somalië ruim voor de burgeroorlog begint. Eerst naar Saoedi-Arabië, vervolgens naar Ethiopië. Omdat de moeder vindt dat de kinderen in het Engels onderwijs moeten krijgen, verhuist het gezin naar Kenia, Nairobi. Alle landen waar het gezin woont zijn veilige landen. Hirsi Ali heeft dus geen enkele oorlog meegemaakt. Vanaf 1980, haar 10e jaar, woont Ayaan in Nairobi.
En dat klopt met de administratie van de lagere school... die op